Mijn lip is helemaal opgezwollen. Ja. Oh nee! Not today, denk ik. Misschien wel. Misschien dat ik straks nog ergens motivatie vandaan pluk. Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben er vandaag eindelijk weer na een super lange tijd met een nieuwe weekvlog. En ja, dat komt natuurlijk nu omdat we weer in een lockdown zitten. En ik nu eindelijk weer even de rust en de tijd heb om voor jullie te gaan vloggen. En ik denk dat ik deze weekvlogs even een andere naam ga geven. Omdat het natuurlijk nu de kerstperiode is. En ja, het leek me wel leuk om het een andere naam te geven. Op het moment dat ik het nu film weet ik het nog niet, maar jullie zien het in de titel staan. Goed, ik heb natuurlijk vorige week een video geüpload met een soort van update hoe het nu gaat en waarom ik zo lang niet heb gevlogd. En daarin zei ik al dat ik gewoon heel graag weer terug wilde komen met vlogs. Dus bij deze, ik ben er weer. Nou ja, lockdown nummer 2. Daar zitten we nu in. Ik ben, zoals jullie waarschijnlijk hebben kunnen zien, bij mama thuis. En daar blijf ik nu de komende 4 weken. Waarschijnlijk. Ik weet nog niet of ik iets eerder al terug ga naar Tilburg. Maar in ieder geval, de komende 3 weken ben ik hier. Dus dat is wel lekker. En ja, ik ben gewoon best wel blij dat ik nu eindelijk weer een keer de tijd heb om aan YouTube te werken. En om gewoon dingen op orde te krijgen. Ik moet ook best wel veel voor school doen. Dus ik ga me echt wel vermaken deze paar weekjes. En ik denk niet dat ik me hoef te vervelen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik weer terug ben. Bij jullie op jullie beeldscherm. Even kijken wanneer deze weekvlog online komt. Want ik heb zojuist een kerstcadeautje besteld voor mijn moeder. Ja, deze video komt vlak voor kerst online. Volgens mij kijkt mijn moeder niet altijd mijn weekvlogs. Dus mam, als je kijkt, klik nu even weg. Want ik ga nu even laten zien wat ik voor je heb gekocht. Nou, ik zal het er even bij pakken. Ik ga het ook niet hardop zeggen, want mama zit beneden. Dus straks hoort ze het. Maar dit is wat ik voor mama heb besteld. Ja, ik denk dat veel van jullie dit wel weten. Maar ik heb er zelf ook eentje thuis. En het is echt geweldig. Dus ik dacht, dit is echt het perfecte kerstcadeau voor mama. Want ik denk echt dat ze dit heel leuk gaat vinden. En ook veel gaat gebruiken. Dus ik heb er ook nog 2 geurtjes bij. Maar goed, ben ik heel excited over om dat te geven. En ik hoop dat ze het leuk vindt. Dus ja. En ja, ik ga nu heel even dingen... Ik weet eigenlijk nog niet wat ik ga doen. Ik denk even voor school dingen doen achter mijn laptop. Dus ja. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En wow, de zon komt even naar me toe. Oh, lekker. Zo, hallo. Het is trouwens helemaal geen ochtend meer. Oh ja, nog net wel. Het is 11:45. Ja, het is donderdag vandaag. Ik begon deze weekvlog natuurlijk op woensdag. Dus het is een beetje een rare weekvlog nu. Maar goed, ik kijk wel een beetje hoe ik het ga indelen deze tijd. Komt wel goed. Misschien dat ik gewoon tot dinsdag film en dan komt die woensdag online. Ik heb toch niks te doen, dus het komt wel goed. Mijn moeder is aan het werk, dus ik heb de woonkamer voor mij alleen. Vaak als mijn moeder thuis is, dan zit zij ook altijd hier en dan zit ik hier eigenlijk nooit echt dingen te doen voor school bijvoorbeeld. Dan ga ik eerder op mijn kamer zitten. Maar vandaag is mama aan het werk. Dus ik kan lekker hier op de bank werken. Ik ga vandaag aan school werken, heb ik besloten. Ik had niet verwacht dat ik dat zou doen. Want eigenlijk had ik met mezelf afgesproken dat ik gewoon nu even 1,5 week vakantie neem. Maar ik had opeens motivatie. Dus ik dacht, ja, daar moet ik gebruik van maken. En dan moet ik dat ook gaan gebruiken. Wow, nu zei ik 2 dezelfde dingen. Oké, nou, in ieder geval, ik heb motivatie. Dus ik ga daar gebruik van maken. En ik ga even wat dingen voor school doen. Wat heb ik hier nou weer? Wat is dit? Wordt dit weer een puist? Oh, lekker dan. Ik heb nooit puist hoor, dus ik mag nooit klagen. Maar nou, ik weet het niet. We zien het wel. Ik heb genoeg voor school gedaan. Het is 4:10. Het is nu tijd. Ik moet even laden. Oké, super. Nou, wat ik dus probeer te doen is om Temptation Island aan te zetten. Maar op de een of andere manier loopt Videoland vast. Ik hoop dat hij het zo meteen gaat doen, want ik wil heel graag kijken. Nou, de app wilde het niet doen, dus heb ik het maar via Airplay gedaan. Dat werkt ook, gelukkig. Oké, zal ik even ander licht aandoen? We hebben nu tegenwoordig Philips Hue in huis. Even het goede licht vinden. Dit.
Dan even iets zachter. Storytime, ik denk dat je het nu al kan zien. Mijn lip is helemaal opgezwollen. Zoals je kan zien. En dit is nu al... Ik zit hier nu al zo'n 40 minuten mee. Ik heb al ijsje gegeten en hier een icepack die ik erop hou. Maar goed, hoe dit is gebeurd. Jullie weten waarschijnlijk allemaal dat ik allergisch ben voor mijn kat. Maar jullie weten volgens mij ook dat ik heel eigenwijs daarin ben. En dat ik heel vaak gewoon knuffel met mijn kat. Terwijl ik weet dat ik daar eigenlijk allergische reacties van krijg. Maar normaal heb ik gewoon alleen jeukende ogen of niezen. En dat is allemaal niet zo erg. Dat overleef ik wel. Maar nu heeft mijn kat me een paar kusjes gegeven. En nu is mijn lip helemaal opgezwollen. Ik ben een heel klein beetje in paniek. Het helpt dus wel om te koelen. Want net zakt het weer af. Maar ik heb nu het idee als ik dan weer niet koel, dat het dan weer meer gaat tintelen en zo. En dat het dan weer opzwelt. Maar ja, ik weet dus niet zo goed wat ik nu nog meer kan doen. Ik durf gewoon niet zo goed te slapen. Omdat ik gewoon bang ben dat dit eenmaal... Hoe zeg je dat? Een infectie wordt of zo. Ja, het heeft ook niet echt zin om de hele nacht wakker te liggen. Dus goed, ik denk dat ik gewoon die ijspacker nog even ophou. Dat ik dan op een gegeven moment toch maar gewoon moet gaan slapen. Want ik kan nu toch niet heel veel meer doen. Ja, echt niet leuk. En nu lach ik erom, maar ik kan er ook oprecht wel om lachen. Ik heb mezelf ook al flink uitgelachen deze avond. Maar ik vind het ook een beetje eng. Dus... Ik hoop dat het goed komt. Ik hou gewoon nog even lekker de ijspack erop. En dan ga ik zo meteen maar proberen te slapen. Zo, ik word niet heel gelukkig van hoe ik eruit zie op dit moment. Zal ik heel eerlijk zeggen. Maar goed. Ja, update van mijn lip. Dus beter. Het is nog steeds een heel klein... Ik voel gewoon... Nee. Het is denk ik echt bijna niet meer opgezwollen. Ik ga nu helemaal twijfelen, maar ik heb sowieso best wel dikke lippen van mezelf. Maar volgens mij is het niet meer opgezwollen. Ik had wel even paniek, maar het is gelukkig goed gekomen. Ja, ik denk toch dat het wel gewoon een allergische reactie was of zo. Dus ja, ik ben nu, zoals je kan zien, bij mijn vader op kantoor. Dat is lang geleden dat ik hier ben geweest. Maar ja, dat is dus altijd zo. Als ik weer even naar huis ga en in lockdown zit, dan ben ik hier. Omdat ik hier gewoon lekker hard kan zingen en dan hebben mijn buren ook geen last. En dat is gewoon heel fijn. Ja, maar ik dacht ik update jullie ook even over mijn lip. Maar dat gaat gelukkig dus wel weer oké. Daar ben ik blij om. Het is denk ik echt al jaren geleden dat ik iets heb ingepakt. Dat heb ik echt al heel lang niet gedaan. Maar mijn cadeautjes voor mama zijn er. Dus ik ga die nu onder de kerstboom leggen. Yay! Nederland lip. Voor iedereen die door kanker geraakt. Oh nee! Dan je cadeautjes! Dat twee! Nieuw van die veen. Ja. Bodylotion met 98%. Ja, spannend hè. Je moet een week wachten. Hola, het is vandaag. Oh, mijn camera is bijna leeg. Dit gaat hij niet redden. Ik ga mijn camera opladen en dan ga ik even met mijn telefoon filmen. Wacht even. Oké, dus even tweede poging met mijn telefoon. Ik ga zo meteen mijn Instax Mini 11 naar de winnaar brengen van mijn Instagram giveaway. Het was heel toevallig, want ik heb super random een winnaar uitgekozen. En toen bleek het dus dat zij bij mij in het dorp woont. Dus dat is echt heel grappig. Dus ik ga het zo meteen gewoon naar haar toe brengen. Vind ik ook wel heel erg leuk, want dan kan ik het gewoon zelf overhandigen. En dat is wel, ja, maakt het wel extra leuk of zo. Dus dat ga ik zo meteen doen. Dus ja, hier is die. En die gaan we zo meteen naar de winnaar brengen. Hallo allemaal, het is vandaag maandag. En ik ben vandaag naar de tandarts geweest. Want ik moest weer even op mijn halfjaarlijkse controle. Gelukkig was alles goed. Eigenlijk niks geks. Geen gaatjes, helemaal niks. Dus ik ben er heel erg blij mee. Want dat is toch altijd vervelend als je dat soort dingen weer moet hebben. Maar gelukkig, even niet dit keer. Dus dat is helemaal prima. Het is vandaag echt rot weer. Het is gewoon herfstweer ten top. Ook al is het officieel volgens mij wel al winter, toch? Neem ik aan. Maar goed, het is echt vies herfstweer met regen en...
ja, ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik word er altijd heel erg onproductief van. Daar krijg ik altijd echt het gevoel van dat ik gewoon de hele dag op de bank wil zitten met Netflix en thee en eten. Dus het is niet echt heel erg bevorderlijk. Ik ben vandaag ook eigenlijk weer niet echt van plan om iets te gaan doen, wat ik eigenlijk heel stom vind, want ik heb het hele weekend al niks gedaan. En ja, ik denk dat ik vanavond eventjes voor morgen een planning ga maken. Want als ik geen planning maak, dan doe ik gewoon niks. En dan zit ik alleen maar te Netflixen en niks te doen. En ik weet dat ik vakantie heb. En dat ik wat dat betreft ook echt wel mezelf mag verwennen met niks doen nu. Maar er moet gewoon voor na de vakantie best wel veel gebeuren voor school. En ik heb gewoon geen zin om dat last minute te moeten doen. Dus ik doe liever gewoon ook in de vakantie af en toe even een beetje aan school werken. Want anders word ik gewoon gek. Not today, denk ik. Misschien wel. Misschien dat ik straks nog ergens motivatie vandaan pluk. Maar goed, vandaag gewoon sowieso even lekker chillen op de bank met Netflix. Ik ben namelijk weer bezig met The Walking Dead. Ik ben nu bij, nou ja, nog volgens mij nog 10 minuten en dan ben ik bij seizoen 8. Ja, ik vind het weer helemaal leuk en ik zit er weer helemaal in. Dus ik ga nu denk ik eerst even lunch maken, want het is 2:30 en ik heb toch alweer een beetje trek. En ik heb gisteren iets heel lekkers gekocht, dus let's go. Lekker tegenstrijdig dit. Vegan en mozzarella. Slaat nergens op, maar goed. In ieder geval, ik heb gisteren buffalo mozzarella gekocht. En dat ga ik lekker op een grootser broodje doen. Met dit. En hopelijk hebben we nog tomaatjes. Maar dat weet ik niet zeker. En ik zie ook dat we tomatensoep hebben. Dus lekker lunchen. Nou, we hadden geen tomaatjes meer. Dus het is brood met mozzarella geworden. En pesto, of course. Jongens, ik heb een kerstpakket gekregen van de Coolblue. Dat wist ik helemaal niet. Wat leuk. Deze kerstsokken. Oh. Echte Coolblue sokken. Ja. Leuk hè? Ja, superleuk. Een beetje groter. Lekker. En een lekker rituals pakketje. Nou, blijer kan je mij niet maken. Hot choco spoons. Lekker. Ik ga dit denk ik wel een keertje proeven weer. Ik heb al heel lang geen chocolade. Nee, er zit ook buren bij, toch? Ja. Salty caramel, appelstrudel, vanille crunchy cookie en winterwonderland. Oh, lekker hoor. Hola, het is vandaag dinsdag. En dit is even de laatste dag dat ik ga vloggen voor deze weekvlog. Dan begin ik morgen weer een nieuwe. Ik ben echt vandaag weer heel weinig aan het doen. Ik heb wel wat voor school gedaan. Maar goed, dat is eigenlijk niet heel veel werk geweest. En ik ga nu zometeen even deze weekvlog alvast editen, want ik wil hem morgen online hebben. Dus dan mag ik nu wel gaan beginnen met editen, want anders gaat dat dan weer helemaal niet worden. Oh god, yes. Er komt dus net een pakketje binnen. Ik heb namelijk besteld bij Hunk Muller, wat ondergoed, waar ik super benieuwd naar ben. Dus ik ga het even zometeen voor jullie openmaken, maar ik was nog midden in mijn verhaal. Ja, wat ik wilde zeggen, dat ik deze vakantie echt elke dag geen reet aan het doen ben. Ik kan niet vroeg mijn bed uitkomen. Vandaag kwam ik er weer pas om 11 uur uit. En ik weet het niet. Het is gewoon, ik denk dat ik het nodig heb of zo om even helemaal niks te doen. Maar goed, we kunnen natuurlijk ook niet echt iets doen. Want alle winkels zijn dicht, dus ja... Wat moet je dan de hele dag? Daar geniet ik dan maar gewoon even van. Om gewoon rustige dagen te hebben. Goed, we gaan nu even mijn pakketje uitpakken. Leuk. Het is natuurlijk weer net te laag. Here it is. Ik heb 2 setjes. Ik heb een zwarte BH. Een roze BH. Of eigenlijk een bralette. Want ik draag geen BH's. Met een onderbroek. En die ook met een onderbroek. Dus ja, ik denk dat ik ze nu maar gewoon even ga passen boven. Oké, de vraag is nu of ik me comfortabel genoeg voel om een ondergoedsetje te laten zien op YouTube. Nou, de top durf ik sowieso te laten zien. Omdat, ja, I don't know, het is gewoon een mooi topje. Dus, hè. Ja, die vind ik echt heel erg mooi. Zit ook heel lekker. Zit ook heel mooi. Ik heb deze in de maat M. Oké, ik vind het een beetje spannend om mezelf in ondergoed te laten zien. Sla nergens op, want ik laat mezelf ook zien in bikini. Heb ik al zo vaak gedaan, dus onzin. Dus ik ga het gewoon laten zien. Maar dit is het broekje. High waist, wat ik echt super lekker vind zitten. Ik ga het niet te lang op filmen, want
Jullie hebben het nu gezien. Het zit gewoon heel mooi. En ja, I like it. Ik heb trouwens wel even onder dit broekje nu mijn eigen string aangedaan. Voor het geval ik het nog terug wil sturen. Want dat is wel zo hygiënisch, lijkt mij. Oké, ik ga bij de roze even alleen de top laten zien. Want ik vind dit broekje niet heel flatteus. Ik weet ook niet of ik hem ga houden. Hij is op zich wel mooi, maar... I don't know. Ik vind het in het zwart wel iets mooier, zeg maar. Maar ik wil deze top wel sowieso houden, want echt... Love it. En ik heb zeg maar alleen nog maar dit soort bralettes in het zwart. En ik vind deze echt super mooi. Oh my god. Love it. En hij heeft trouwens ook een open rug. Hij zit zeg maar zo hier in je nek. Zit hij van... Oh, let trouwens niet op mijn mega grote blauwe plek. Ik heb bloed geprikt. En die mevrouw heeft een beetje verkeerd geprikt. Dus ik heb echt een mega blauwe plek op mijn arm. Ik vind deze echt super mooi. Dus ik denk dat ik het allebei de topjes hou en dan alleen de zwarte onderbroek. En dan deze roze denk ik niet, want ik vind het niet echt heel veel toevoegen, denk ik. Maar ik moet nog even de mening van mijn mama hebben. En er is nog een pakketje binnengekomen van Chiquelle. Ik ben echt mega excited, want ik heb weer wat chill items uitgekozen, want ja... I love that. Dit pakkie, let niet op de vlekjes hier, want ik heb net gedoucht en toen zijn er wat waterdruppels opgekomen. Dit pakje is ook van Chiquelle. En nou ja, daar leef ik nu een soort van in, want die zit gewoon echt super lekker. Goed, ik heb dus weer 3 heerlijke items mogen ontvangen. Dit is een pakkie en dit is een broek, dus ik ga ze even aantrekken. Nou, dit is het eerste pakje. Het is echt een super chill stofje. Ik ga even het licht laten zien. Dus dit heerlijke stofje zit gewoon helemaal aangesloten met een tube top. Daar heb ik mijn blauwe plek weer. Maar ik ben dus ergens achter gekomen. Weet je wat het is? Ik vind mijn lichaam gewoon niet gemaakt voor dit soort topjes. Omdat ik vind gewoon dat dit vlak is zo ontzettend groot. Ik weet niet, ik vind het heel raar staan bij mij. Nee, het is het gewoon niet. En dat ligt niet aan de kleding. Dat ligt denk ik gewoon aan mijn lichaam. Dat ik het gewoon niet mooi vind. Het is ergens ook wel weer leuk. Maar ergens zie ik ook de purpose er niet echt van. En dan denk ik, ja, je doet toch zo'n chill pakje aan om... Ook om het warm te krijgen in deze winterdagen. Ga ik toch niet zo erbij lopen. Dus ik zou het hooguit leuk vinden voor een foto of zo. Maar het is nou ook weer niet, denk ik, dat ik het meest mooie bij mij vind. Maar misschien moet ik er ook gewoon aan wennen. Want het is wel gewoon zo, hoe langer ik er naar kijk, hoe mooier ik het vind worden. I don't know, wat vinden jullie? Ik ben benieuwd. Mensen, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik heb deze flare broek dus ook. En deze broek is gewoon qua lengte precies goed. Ik zal je vertellen, dat komt echt nooit voor. Ik moet al mijn broek altijd inkorten, maar deze is gewoon exact op lengte. Ik zat nog te twijfelen of ik hem in zwart ging bestellen. Maar toen dacht ik, ja maar Pam, je hebt wel zoveel zwarte broeken. En ook flared. Maar nu heb ik ergens bijna een beetje spijt, want dit is echt perfect. Groen is ook wel echt heel erg leuk, dus daar ben ik wel echt heel blij mee. Very cute. Hallo. Ik moet even fluisterend. Nee, dat is echt onzin. Ik ga nu de weekvlog afsluiten. Ik praat een beetje zacht, maar het slaat nergens op eigenlijk, want iedereen is nog wakker. Maar goed, ik ga de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat er een leuke reactie achter. Vind ik gezellig. Kan ik lekker met jullie kletsen. En abonneer natuurlijk op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, dan hoop ik jullie te zien bij de volgende video. Doei doei!